Hoe gaat de Nederlander om met zijn digitale veiligheid en zijn wachtwoorden? Waar kunnen we dat beter uitzoeken dan de pont die van noord naar het centrum gaat en weer terug? Meneer, mag ik eens vragen, zou ik het paswoord mogen weten van uw e-mailadres? Nou, dat lijkt me geen goed idee. Nee. Nee. No. No? Nee. Ja, tuurlijk. Dat is, u mag het niet weten. Paswoord? Ja. Nee. Als het dan zo belangrijk is, hoe lang geleden heb je je wachtwoord veranderd? Ja, veel te lang, dat weet ik nu al. Ik denk een jaar, 3 maanden ongeveer. 2,5 jaar geleden of zo? Ik denk wel meerdere jaren geleden. Ja, lang. Nou, het zijn de allereerste letters van mijn knuffels, dus toen was ik nog best wel jong. Ik gebruik eigenlijk overal hetzelfde wachtwoord. Dat is makkelijker. Ik verzin wel elke keer een nieuw wachtwoord, maar ik heb wel een manier daarvoor. Ik doe elke keer de woorden hetzelfde en elke keer weer een ander getal. Dan recycle ik wachtwoorden, dat is wel zo goed voor het milieu. Dat wachtwoord is lang niet altijd een uniek wachtwoord. 40% kiest voor een variant van een eerder gebruikte. Ik heb ergens thuis in mijn administratiemap een lijst met wachtwoorden. Maar aan de ene kant word je ook gek omdat je steeds aan het doorkrassen bent. Want je moet weer ergens een wachtwoord veranderen. En dus het bijhouden is dan weer een tweede, zeg maar. En gebruikt u wel eens een paswoordmanager of zo om unieke wachtwoorden te maken? Ja, dat probeer ik wel eens. Maar dan lukt het me niet om dat consequent vol te houden. Omdat ik dan weer het paswoord van de paswoordmanager ben vergeten. Tweederde van de mensen leert wachtwoorden uit hun hoofd. De wachtwoordmanager wordt maar weinig gebruikt, door maar 6% van de mensen. Wat we wel veel zien is het opschrijven van wachtwoorden. Het door de browser laten onthouden en bewaren op computer en telefoon. Hoe veilig vindt u eigenlijk uw digitale leven? Ik ben bang niet zo veilig. Nou, momenteel niet meer. Nou, de afgelopen maand minder veilig. Waarom is dat? Nou, veel nieuws geweest van wat er allemaal lekt en wat iedereen van me weet. Maar aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dat is dan wat het is. Meer dan de helft van de mensen maakt zich zorgen over de veiligheid van hun persoonlijke gegevens op internet. De veiligheid is volgens hen niet wezenlijk veranderd de afgelopen 5 jaar. Ouderen vinden zichzelf over het algemeen voorzichtiger opereren op internet en maken zich wat minder zorgen dan de jongeren. Sommige dingen weet ik dat ze niet veilig zijn, maar dat neem ik dan op de koop toe. Gebruikt u Facebook ook wel eens om ergens in te loggen? Ja, zeker. Ja, lui is dat. Daar betrap ik me dan op. Denk ik, oh, dit is zo lui. Heb je het idee dat dat wel veilig is? Nee, maar het is wel makkelijk. Nou, ligt er, want ze vragen veel persoonsgegevens. Ja. Dus dan moet je wel mee opletten dat je niet met alles meedoet en zo. Ja, dan doe je het. Maar als ik dat doe, krijg ik wel meteen een schuldgevoel van, ja, dit kan niet. 42% van de Nederlanders zegt wel eens wachtwoorden te kiezen waarvan men eigenlijk weet dat ze minder veilig zijn. Men weet het wel, maar doet het toch. Dat noemen we de wachtwoordparadox. Een kwart van de mensen zegt veilig bezig te zijn, maar kiest evenwel toch vaak voor een wachtwoord dat ze ook elders gebruiken. Als ik weer eens internet shop en ik zit braaf mijn inlognaam, alles levensecht in te vullen. Ik vind het nooit een fijn idee dat ik overal altijd mijn eigen informatie moet invullen. Ja, dat vind ik heel vervelend, ja. 3/4 van de mensen vindt het vervelend om bij elk nieuw account weer allerlei gegevens in te moeten vullen. En ook ongeveer 3/4 irriteert zich eraan om steeds nieuwe wachtwoorden te moeten verzinnen. Als u in de bankomgeving inlogt, hoe veilig voelt dat? Heel veilig. Ja. Het gaat altijd goed. Ik moet toegeven dat ik net nog even op die ING-app zat toen ik hierheen liep. Hoeveel vertrouwen heb je in Ideal? Ja, eigenlijk heel veel. Als het erop aankomt, hebben mensen het meeste vertrouwen in de Nederlandse banken als hoeders van hun persoonlijke gegevens. Ongeveer net zoveel vertrouwen heeft men in de overheid, financiële dienstverleners en zorgverzekeraars. Sociale media komen er beduidend minder goed af. Zou het niet fijn zijn als er één manier is om op een veilige manier op al die plekken in te loggen zonder gevaar voor digitaal leven? Heel fijn. Heb jij een oplossing? Ja. Er moet eigenlijk een andere manier komen om veilig in te loggen op allerlei plekken. Ja, maar wie gaat het maken?